zelf elke dag indelen en aanpakken is voor mij essentieel en eigenlijk onmisbaar in mijn leven. Ik haal daar elke dag opnieuw energie uit. En het omgekeerde, dus een 9-to-5 job op dezelfde locatie, dat is eigenlijk niks voor mij. En dan krijg ik het gevoel dat ik het leven aan mij voorbij zie gaan, op een manier. Dus voor mij is er eigenlijk geen andere optie dan het ondernemerschap. Geduld hebben en een blind vertrouwen in het feit dat alles goed komt. En aan de andere kant moet je ook af en toe een impulsieve beslissing durven nemen en daar dan ook niet meer tijd en energie in steken dan nodig, omdat je die beter in iets anders kunt steken. Dus voilà. Ik wou eigenlijk advocaat worden en meer bepaald strafpleiter, omdat ik eigenlijk altijd een heel groot rechtvaardigheidsgevoel heb gehad. En ik heb dan ook een rechtenopleiding gevolgd in Gent voor enkele jaren. Maar ik kwam eigenlijk tot het besef dat de praktijk en de realiteit aan de balie toch niet echt overeenstemden met mijn droombeeld dat ik dan had eigenlijk. Zoals dat met heel veel zaken zo is. Dus heb ik dan toch een ommezwaai gemaakt naar iets creatiever, iets dat meer bij mij aansloot. Maar ik heb wel geen spijt van mijn opleiding alleszins, aangezien dat ik mijn vriendin heb leren kennen in de rechtenopleiding. En we zijn intussen ook meer dan 10 jaar samen. En ook mijn rechtvaardigheidsgevoel is gebleven tot op vandaag.